Het is mogelijk dat je nog DVD's maakt. Bijvoorbeeld als je hier op een zelfgemaakte vakantiefilm brandt. Of mogelijk heb je nog een oude LP op CD gezet. Dan is het wel leuk om er een menu bij te maken waarbij je verschillende hoofdstukken kunt instellen. Dat kan met het gratis DVD-stiler. Inclusief allerlei schablonen en meegeleverde knoppen. Hoe het werkt zie je in deze houttoe. Je surft naar dvdstiler.org. Hier klik je op de downloadknop. Je kiest een versie die je in het volgende venster moet bevestigen. Het programma wordt geïnstalleerd. Als je in dit venster op volgende klikt, ga je akkoord met de voorwaarden. Verder gebruik ik de standaard instellingen. Er wordt een welkomstvenster geopend waarin je de instellingen voor een nieuw project kunt aangeven. Dit is een wizard die we in deze auto gebruiken. Je geeft een naam op en kiest de diskcapaciteit. Hier kun je eventueel ook voor CD kiezen. De bitrates laat ik op de standaard instellingen staan. Hier kun je aangeven wat er moet gebeuren als er een menu is afgespeeld. Je kunt dan bijvoorbeeld het hoofdmenu in beeld brengen. Let erop dat je bij videoformaat PAL kiest. Dat is namelijk het formaat dat onder andere in Europa de standaard is. Geef ook hier de instellingen aan. Hier kun je eventueel een bestaand project openen. Als je op OK klikt, ga je naar de volgende stap. Je kunt het onderschrift voor je menu opgeven. En kun je kiezen of je op titel wilt selecteren, die je dan zelf opgeeft, of op hoofdstuknummer. Daaronder selecteer je een schabloon. Deze zijn verdeeld in categorieën. Eventueel kun je geen schabloon gebruiken. Dan zie je wel de titels of hoofdstuknummers zonder verdere opmaak. Ik selecteer een schabloon. Je komt in het programma, waarbij je weer allerlei instellingen kunt aangeven als je op een knop dubbel klikt. Daar ga ik nu niet verder op in. Hier kun je de namen van de titels wijzigen. Ook hierop kun je dubbel klikken. Je kunt eventueel een menu toevoegen via de rechtermuisknop. Dat kan eventueel ook een tekstvak zijn. Ook belangrijk, het toevoegen van je videobestanden. Je kunt de volgorde veranderen door te slepen. Als je de opmaak wilt wijzigen zijn er ook voldoende mogelijkheden voor. Zo kun je een andere achtergrond gebruiken door erop te dubbelklikken. Hiermee kun je je project opslaan. En via deze knop kun je het brandproces starten. Ik heb een dvd-speler aangesloten en deze is nu standaard geselecteerd. Tot slot klik je op Start. Tot zover deze how-to over dvd-stijlen.